ik denk dat het een meter of drie breed was, zijn we de woning ingestapt. En we voelden aan de rechterkant de muur, dus die hebben we gevolgd. En kwamen langs een tafel. En die kwam uit bij een... achteraf dan in een bijkeukentje, een wasmachineruimte. En ja, toen viel er eigenlijk een kast om. Ja. Er was heel veel herrie. Het viel tussen ons in, viel het kast eigenlijk. Ik was voor en hij was achter mij. Het viel precies achter mij. Dus op een gegeven moment ontstaat er een beetje ruimte tussen ons in, zeg maar. En dan Frans die schreef natuurlijk van, ik had die gehad. Nou, ik zei, maar het gaat goed. Maar elke stap dat we maakten, werd het heter en heter. Ik zeg, Frans, ik zeg, we moeten terug. Ik zeg, hij brandt onder ons. En op dat moment schreef ik ook Frans aan mij toe van, Kadir, we moeten terug, het wordt te heet. Maar Frans die kon in principe redelijk snel terug. Maar ik moest over... Ja, op dat moment wist ik niet wat het was, dus ik moest er overheen klaten. Ja, in één keer was gewoon een oranje rode gloed wat je zag, weet je wel, bij die deuropening. Dus mijn terugweg was geblokkeerd, ik kon niet meer weg. Dus ik draai me om en denk, nou, dit is het dan. Ik zeg, dit was mijn einde dan. Ik zeg, ik kan niet weg. Ja, grote brand gegeven. It was like a bomb attack as far as I was just like woof. It was so intense, the temperature was so hot within minutes, right? It melted gas pipes in there and that blew up. Jesus, man. Nou, ik had zoiets van, oh ja, nu gaat het mis. Het is natuurlijk ja. Het moment dat je dan beneden die explosie van vlammen ziet. Je weet bij God niet van wat gaat er nu. En je staat op dat balkonnetje en je kan dus geen kant op. Het kwam uit de stopcontacten, uit de lamp. Het kwam elk gaatje in de muur, daar kwam gewoon rook uit. En dat was een heel beangstigend gezicht eigenlijk. Ja, ben Jaap. Hallo, goeiedag, met de brandweer. Ja, nou, we staan op het balkon. Ja. Mijn vriendin al zegt, maar we kunnen nu de... Ik kan nu al niet meer de slaapkamerdeur open doen. Nee. Benedenburen, die worden wat nerveuzer, want andere mensen zijn dat. Ja. Oké, maar nu komen ze met zo'n bakkie. Vijf mensen op balkons, waarvan twee boven de brandhaard in de rook. Heel erg in paniek. De man op twee hoog die wou springen. En op drie hoog stond nog een man te roepen. Het hele traphuis stond in de fik en die was nogal in paniek. Dus